Goeiedag. Goedemorgen. Welkom. Mijn naam is Brechtje van der Laar van het Museum Boijmans van Beuningen. Ik doe hier rondleidingen. U bent een club van? Hondenclub Botlek. De Botlek. En welk werk wilden jullie graag zien? De dubbel steel cage van Roes. Roes Nouwen. Nou, spannend. Nou, kom maar mee. Hier door de draaideur. Ik hoop dat dat gaat met de beesten. Staart. Rustig. Wat is het allemaal? Hé, wat doe je hier? Wat is dit nou weer? Wacht. Ik laat hem weer daarheen. Kom. Ik ben schaap kwijt. Kom, niet zo moeilijk nou. Hallo? Hi, is dit je schaap? Nee, dat is niet mijn schaap. Niet? En wie schaap is het dan? Geen idee. Hoe weet je zo zeker dat het niet jouw schaap is dan? Nou, de schapen waarvan ik draaien brei, dat zijn merino-schapen. Dit is een ander soort schaap. Merino-schapen? Ja, die hebben hele zachte wol. En wat doe je er eigenlijk mee? Eerst zijn ze geschoren. En daarna is de wol gewassen en gesponnen. En gebreid op een 3D-breimachine in het textielmuseum. Je breidt niet zelf? Nee. Want ik wilde juist dat het zeg maar een echt schaap is. Wat eigenlijk gekoppeld wordt aan een industrieel breiproces. Ja, je mag niet met die honden binnen, hè? Waarom niet? Nou, dat is een van de regels. Oh. Ik heb anders wel net 10 van die Duitse herders naar binnen zien lopen, dus... Ja. Nou, 2 maal dan. 2 kaartjes? Ja, doe maar 2 maal. Eén. En 2. In deze zaal kan je onder andere 16e eeuwse Italiaanse bronssculpturen staan hier.
ben je eigenlijk op het idee gekomen om een trui te maken van één schaap? Omdat je meestal eigenlijk de producten die je koopt of draagt of om je heen ziet niks vertellen over waar ze vandaan komen. En het leek me leuk om een keer iets te maken wat juist wel vertelt waar het vandaan komt. En daardoor ook niet een heel marketingverhaal nodig heeft, omdat het van zichzelf wel een mooi verhaal heeft. En het dwingt ook de maker of degene die een product maakt, als je zo werkt, om het verhaal achter het product een zuiver, mooi verhaal te maken, in plaats van dat je dat vooral verborgen wil houden. Dus. Och, even hoor. Ik kan er niet meer lopen. Pas op, man. Oppassen. Het stafje wat hij in zijn hand heeft, een soort wapenuitrusting. Ja, ja. Tenminste, een soort schildknaapje-achtig. Niemand een zakje bij zich. Hoe zien die truien eruit eigenlijk? Nou, zo. Dan hebben ze allemaal dezelfde kleur? Nou, ze zijn eigenlijk allemaal net anders. Als je ze allemaal naast elkaar ziet, zie je dat ze wel net andere kleur hebben en ook echt een hele andere textuur. Dus ik heb ze ook nog een keer heel heet gewassen, omdat ik heel erg hou van gevilte wol. Maar de hele goede kwaliteiten, die filten heel erg goed. Dus die zijn heel klein geworden. En de hele slechte of minder goede kwaliteiten, die bleven een beetje een slobbertrui achter. Dus dit was eigenlijk een hele goede. Dus je hebt goede en minder goede schapen? Nou, dat niet zozeer. Maar je hebt schapen die bijvoorbeeld een minder jaar hebben, of schapen die een goed jaar hebben. Dus eigenlijk, als een schaap bijvoorbeeld gaat lammeren, of als je een schaap te lang op een winderige plek of een kou, in ieder geval als het schaap het niet naar zijn zin heeft, dan zie je dat letterlijk terug in de kwaliteit van de wol. Dus als je goed omgaat met zo'n schaap, dan krijg je ook betere wol en ook een mooier product. Dus eigenlijk vertaalt zich de kwaliteit van het leven van het schaap in het eindproduct. En dat wilde ik hem weer laten zien. Nou, hier is dus die double steel cage. Je kan er omheen lopen. Je mag het juist wel aanraken, al dat soort dingen. Zal ik nog iets meer vertellen over de kunstenaar zelf? Het grootste gedeelte van zijn jeugd is hij opgegroeid in Wisconsin. Studeerde wiskunde en komt uiteindelijk op een vrij experimentele opleiding terecht in het westen van Amerika. En deze vrij gewone jongen die komt daar terecht in het westen van Amerika, waar op dat moment de jaren 60 volop aan het bloeien zijn. En hij komt op een kunstacademie waar hij een soort ruimte krijgt en waar je maar één keer per week een gesprek hebt met je leraar. En de rest van de tijd mag jij maken wat je wilt. En hij gaat daar nadenken over wat is een kunstenaar en wanneer is iets kunst. Precies ook wat je je eigenlijk afvraagt. Want de eerste vraag is, als je hier naar kijkt, van jullie ook van, is dit dan wel kunst? Hond dit dan bij die kringloop of zo? Heeft hij lopen, hè? Allemaal luie varkens, joh. Dat is toch niet te geloven? Hier, zo pleur wat bij elkaar, joh. Wat moet het wezen? Hij hoort erbij. Is het nou een kunstwerk? Of kun je die trui ook gewoon aan? Nou, het is eigenlijk niet een kunstwerk. Het is ook echt niet bedoeld als kunstwerk. Ik wil heel graag echt producten maken die iets vertellen
van waar ze vandaan zijn gekomen. Maar dan moet ik wel eerlijk toegeven dat deze serie truien... En ik was zo blij dat ik het voor elkaar had om voor 25 schapen... 25 industrieel gebreide truien te maken. Maar nadat we het hele proces door waren gegaan, zeiden ze binnen dat ze niet meer mee wilden doen. En zeiden de breiers ook dat ze niet meer wilden meedoen, omdat hun machines steeds vastliepen op die onregelmatige wol. Dus ik, ondanks dat het wel de ambitie was om producten te maken, moet ik toegeven dat het toch bij een eenmalig project is gebleven. Wat een heel belangrijk aspect van zijn werk is, is dat hij het lichaam, hè, als waarnemingsinstrument gebruikt. Wat jullie dus nu letterlijk, jullie ervaren dit kunstwerk nu fysiek, toch? Want het sluit je op. Wat een heel beroemd werk is van hem, is dat hij een vierkant op de grond heeft getaped. En daar loopt hij zelf zo heupwiegend. Loopt hij zo daar overheen, precies in een vierkantje, heel langzaam. En er zit altijd een paradox in dat werk, want heupwiegen heeft iets joligs. En dat voert hij dan vervolgens heel serieus en heel lang uit. Die rare tweespat zie je hier dus ook. Dus zo moet je zijn werk eigenlijk veroveren. Dus, hij wil dat je het letterlijk ondergaat. Dus ook alle onprettige gevoelens die jullie misschien nu ervaren. Ja? Heel smal. Ja. Dan wil hij precies dat je ook daar dan over nadenkt. Over gevangen zijn en vrij zijn en gevangen in je geest. Of letterlijk, nee, dat hele scala aan... Maar de honden vinden het wel prettig, geloof ik. Ja, ze zijn wel rustig. Gebruik je ook wel eens andere dieren? Ik heb ook een keer onderzocht dat er allemaal van één varken gemaakt wordt. En daar kom ik wel dingen tegen waar ik eigenlijk van schrok. Wat voor schrikbarens kwam je dan tegen? Ten eerste allerlei soorten voedsel, waarvan je helemaal niet zou denken dat daar een varken voor gebruikt is. Bijvoorbeeld bier of wijn, die gefilterd zijn door gelatine van varkens. Of kauwgompjes. Dat vond ik best wel vreemd. Kogels. Kogels? Waarvan het kruid mee in de kogel getransporteerd wordt met gelatine. Vond ik best vreemd. Zit daar vark in? Ja, dat was eigenlijk nog wel het allerergste eraan. Dat stel dat je vegetariër bent of moslim of jood of op een of andere manier geen vark wil eten of dieren in het algemeen. Dat daar eigenlijk geen mogelijkheid toe is. Dat je eigenlijk altijd zonder dat je het weet in het systeem zit. Gewoon. Jezus, Marie. Zit je te doen, man? Wat ben jij aan het doen? Wat is dat dan? Wat ben jij aan het doen? Hé? Wat vindt u er nou van? Niks aan. Nee. Dit heeft best zoveel met kunst te maken als McKendall in de tuin. Helemaal niks. Nee. Maar ook als ik u uitleg of laat zien dat het niet zomaar een kooi is, maar dat er... Ik bedoel, mijn kleine broertje van 4 zou het ook kunnen maken. En zou het zelfs nog zo kunnen verzinnen. En dit is geen kunst, dit is gewoon een stukje staal aan elkaar gelast met wat schroefjes ertussen. Maar wat ik u vertel over gevangen zijn en vrij zijn en allemaal dat soort associaties... Wat is het nut ervan om dat op te roepen? Dat snap ik dan niet. Ja, zeker. Dat is een hele goeie, die u zegt. Om het te laten zien wat het in werkelijkheid bedoeld wordt. Je staat heel, heel nauw, heel vast. Dat maakt het beleving, ja. Het zicht. Ja, je moet maar op de gedachte komen om dat uit te beelden. Wat je bedoelt ook, want dat is natuurlijk ook moeilijk. Ja. Ja. Je kan het wel vertellen, maar... Ja, want ik kan zo heel moeilijk in, maar... Nee. Ja, het duurt wel even voordat je het snapt. Ja, inderdaad. Ja. 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 En je moet er maar weer uit zien te komen.
Ja.